sta hier op Parkpop. Hey, wie ben jij? Jij bent? Mandy. We staan hier voor het Guldenhuis van Florence. Nou, we staan hier in Delft. Je zal wel denken, wat doet Don in godsnaam in Delft? Nou, we zijn gevraagd om te komen filmen bij een leuke bijeenkomst van Stichting Uit de Brand. Stichting Uit de Brand is een stichting voor de mensen met een minimuminkomen. Dat betekent dus dat hun dingen regelen, zowel boodschappen, cadeaus, kleding, voor mensen met een minimuminkomen. Nou hebben ze vandaag iets leuks gedaan voor de mensen om... soort kerstcadeautjes uitgeven. Kinderen kunnen hier een kerstcadeautje krijgen en de ouders die krijgen nog een doos met cadeautjes mee, die ze dan onder de boom nog kunnen zetten. En we gaan eens kijken hoe deze fantastische dag gaat uitpakken. Ga je mee? De muziek is al lekker aan het draaien. Ook zie je een DJ Cashman. DJ Cashman, wow. DJ Cashman, waar is de DJ Cashman? We gaan de DJ Cashman eens even zoeken. Oh, ik hoor dat de DJ Cashman... daar is de DJ Cashman. En we gaan even naar de DJ Cashman. Hi Cashman! Hey, interviewer. Hey. Het is gezellig hier, hè? De drukte moet nog een beetje komen. Maar ja, we verwachten wel aardig wat kinderen. Dus ja, we houden de gezelligheid er gewoon in. Ja, weet je toevallig ook hoeveel uitnodigingen er zijn ongeveer? Ik hoorde dat er tussen de 40 en de 50 kinderen ergens verwacht werden. Oké, nou, dus dat wordt één groot feest hier. Dat is wel de bedoeling, ja. Nou, we gaan het meemaken. Ja, zeker weten. Ik ben Anne Wil en kan je ons vertellen wat jouw functie van de middag hier is? Vanmiddag ga ik kijken wie er allemaal aanwezig is. En natuurlijk proberen om alle kindertjes blij te maken met cadeautjes. Okay. Dus, wat is jouw doel om hier aan mee te werken? Ik vind het gewoon leuk om kindjes die het, de ouders waarvan het niet zo breed hebben, dat ze toch een leuke kerst kunnen krijgen. Dat vind ik gewoon heel belangrijk, want de kindjes kunnen er vaak niks aan doen dat de ouders schulden hebben. Dus dat is eigenlijk mijn doel. Wil je ons uitleggen waar deze middag voor staat en ja, wat jullie daar... Ja. Als stichting zijn wij in 2009 begonnen om mensen te helpen die het minder hebben. Nu hebben wij al een paar jaar mensen geholpen die tussen armoede en net niet armoede zitten. Maar we gaan ons nu een beetje focussen op mensen die 50 cent veel hebben en helemaal nergens voor een aanmerking komen. En met dit feestje willen we de kindjes een beetje in het zonnetje zetten. Die vragen er niet om in de situatie te zitten. En willen we dus je cadeautjes aanbieden. Kerstpakketten gevuld met eten, daar kerstpakketten gevuld met cadeautjes. Ja, we hebben zo een rondje gemaakt net en we zagen echt wel dat de tafels onwijs leuk zijn klaargezet voor de kinderen. En de leuke cadeautjes klaarstaan. Hoeveel kindjes gaan er komen? Wij gokken, als iedereen komt, zitten we op de 40, 50 kindjes. Ook positieve reacties van zijn de kinderen terug? Ja, vaak wel. Vaak dan hoor je toch wel de ouders van, nou, we vonden het wel heel erg geweldig dat de kindjes toch zo blij zijn geweest op die dag. Want thuis kunnen ze het vaak niet echt goed vieren. En moeten mensen zich daarvoor aanmelden? Daar hebben ze zich voor moeten aanmelden, absoluut. En we hebben nu een event gemaakt voor vandaag. Daar hebben ze zich ook allemaal moeten aangeven, zo van wij komen. Daar staat ook een soort flyer op. Die moeten ze meenemen. Niet bij je, kom je er niet in. Dan kan je weer weg. Ja, dat is heel hard, maar... Ja. Juist. Oké, nou, wij gaan... Kerstman natuurlijk! Oh, oh, oh. Vrolijk kerstfeest! Ja, zonder de kerstman is dit feest natuurlijk niet. Want nee. Ja, de cadeautjes moeten toch uitgedeeld worden. Absoluut. En zonder Delphia geen locatie. Nee, ja, het is inderdaad een super locatie. En ik heb buiten al een springkussen zien staan voor de kinderen. Klopt.
Oké, okay, nou, we gaan deze middag afwachten. Ik ook. Ik ben heel benieuwd. En ik vind het super. Ik vind het onwijs leuk gedaan dat jullie dit doen. Dank je wel. Bedankt. Nou, het is hartstikke leuk, gezellig. En ja, de kinderen zijn helemaal dolgelukkig met de cadeautjes. En wat vinden jullie van dit initiatief wat er uitgedaan wordt? Ik ben samen een van de mensen die het samen met Moos allemaal heb opgezet. Ja, super. Elk jaar hebben we weer zo'n soort actie. En dit jaar, ja, geweldig weer. Zoveel wordt er ingezameld. Mensen zijn zo gul. Allemaal bedrijven aangeschreven. Dagenlang zitten bellen, zitten mailen. Alles. En ja, gewoon super wat je voor elkaar krijgt. Sommigen zeggen ook al van, ja, sorry, we werken niet mee. Ja, ben benieuwd wat we voor volgend jaar gaan voor elkaar kunnen krijgen. Nou ja, ja, ik vind het ook een super idee wat het is ontstaan. Maar wat vinden jullie van de opkomst? Hadden jullie meer verwacht? Ik had iets meer verwacht, maar al die blije kinderen, ja, daar doe je het voor. Ook al zijn het er veel, zijn het er weinig. Elke glimlach is er één, toch? Ja. Ik sta hier naast een ja, toch wel bijzonder exemplaar. Een kerstboom en een kerstvrouw. Wat is jullie idee om dit te gaan doen? Idee? Ineens hadden we een idee. We zagen het licht. En toen dachten we, dat gaan we delen. Volgens mij was het Noorderlicht. Heel veel licht. Ja. Ja, jullie zien er prachtig uit. En... ja, maar nou, zoals je zag, het was een geslaagde dag hier bij Stichting Uit de Brand met de mooie kerstactie. Met de cadeautjes voor de mensen in het minimum. Hey, en ik zou zeggen, het is een geslaagde dag, Stichting Uit de Brand. Fantastisch gedaan. En wij gaan er snel weer vandoor. Hey, succes.